Welkom in het Groene Hart, misschien wel de meest veelzijdige regio van ons land. En de komende weken volg ik de leukste fiets- en wandelroutes en spring zelfs in een kajak om de pareltjes te ontdekken. Overigens kun je alles wat ik doe terugvinden op de website van groenehart.nl. Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen waar ik ben en ook niet waar Gouda is. Het is een ongelooflijk leuke stad waarvan alles te doen is. Als je een beetje uitkiet, kom dan op de donderdagochtend, want dan is de kaasmarkt er. Maar ook op andere dagen is er van alles te ontdekken. Vandaag volg ik de route van Schutter tot Vrijbuiter. 4 kilometer. Dwars door het historische centrum van Gouda, langs bekende en iets minder bekende straatjes en monumenten. Kom je met de auto naar Gouda, dan begint deze wandelroute heel handig op een parkeerterrein. Ik kom uit de buurt, ik ben lekker op de fiets. Dat kan ook, want je vindt overal hele mooie stallingen waar je fiets veilig neer kan zetten. Rond het jaar 1000 was Gouda nog een drassig moerasbos. Maar dankzij zijn strategische ligging aan de Gouwe, de Oude Rijn en de Hollandse IJssel groeide de stad al snel uit tot een van de 5 belangrijkste steden van ons land. En die indrukwekkende geschiedenis vind je overal terug in de stad. Overigens stond Gouda niet alleen bekend vanwege zijn grote, ronde gele kazen, maar ook vanwege zijn bierproductie, het Goudse aardewerk, de Goudse pijpen en sinds de 19e eeuw de Goudse stroopwafels. Ook Gouda heeft zo'n prachtig oud stadspark, het Houtmansplantsoen. Het is niet zo heel erg groot, maar wel heel erg mooi met zo'n lommerrijk, zoals dat heet, met van die oude bomen. En op zondagmiddag in de zomer zijn hier heel vaak concerten. Ontzettend leuk om naartoe te gaan. En wie van geschiedenis houdt, daarvoor is Gouda natuurlijk een schatkamer. En dan mag je zeker niet het Goudse Museum overslaan. In de buurt van het Goudse Museum vind je trouwens nog veel meer kunst. En vergeet vooral niet de Sint-Jan binnen te lopen. En bewonder de geschiedenis van de mooie Goudse ramen. Wat mij betreft zit de lekkerste ijsalon van het Groene Hart in Gouda. En je kunt er ook heerlijk winkelen. In de Grootstraten zitten vooral de ketens. Ben je op zoek naar iets anders, duik dan vooral de kleine zijstraatjes in. Je hebt hier zelfs een hele stroopwafelmuur. En wil je weten wat het verschil is tussen een stroop- en een siroopwafel? Bezoek dan het fabriekje van Kamphuizen aan de markt. Wat je echt niet mag missen, dat is de Cheese Experience. Waar je zelfs cameraploeg uit Zuid-Amerika een kijkje komen nemen. Ligt het pontje, daar kan je mee naar Goud Asfalt. Er zijn allerlei festivals, maar ook hele leuke horeca en winkeltjes trouwens. Mooie stad!